Mevrouw Den Deuren de Jong Ris, een van de weinige beoefenaarsters van het kantklossen die ons land nog telt, demonstreerde dit edele handwerk in het museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam tijdens een tentoonstelling van de kantcollectie van dit museum. De verzameling geeft een overzicht van wat er in West-Europa in de loop van 3 eeuwen op het gebied van de naald- en kloskant is gemaakt. In Vlaanderen maakte men in de tweede helft van de 19e eeuw onder andere de zogenaamde Chantilly-kant, waarbij ornament en ondergrond gelijktijdig tot stand komen. Uit dezelfde periode dateert deze waaier van Brusselse kant. De Vlaamse kloskant vindt men terug op dit 17e eeuwse schilderij van Aldert Kuip. Maar ook in het begin van de 20e eeuw was kant nog zeer gewild. Dit handwerk is ontstaan uit de behoefte het linnen in de kleding en het linnengoed voor huishoudelijk en kerkelijk gebruik te versieren. Kunstenaars ontwierpen de patronen voor de naaldkant. Men werkte op een perkamenten ondergrond waarvan de kant later werd losgemaakt. Op het einde van de 17e eeuw maakte men onder andere het zogenaamde Venise à la Rose, onwezenlijk als een droom en samengesteld uit kleine rozetvormige bloemen. Het veelal met geometrische figuren versierde Venetiaanse naaldkant Reticella gold in de 16e eeuw als zeer modieus. Ook daarvan kan men zich op de interessante tentoonstelling in Rotterdam overtuigen.